Het pendelend werkverkeer dat dagelijks over de noordelijke rondweg van Breda rijdt, komt vanaf maandag door een gloednieuwe tunnel. De kruising op de Nieuwe Kadijk moet auto's zo snel mogelijk richting de A27 leiden. En een goede doorstroming betekent ook minder milieubelasting voor Teteringen. Minpuntje is wel dat een muurtje het zicht belemmert voor invoegend verkeer vanuit Teteringen. Het project is overigens nog niet helemaal af. Over de Oosterhoutse weg komt nog een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding die reizigers vanuit Oosterhout snel naar het station van Breda brengt.